We staan hier in een proeftuinlocatie die we hebben ingericht voor 3 marktpartijen die hier een installatietechniek testen om onderwaterankers aan te brengen. De Rotterdamse haven ontvangt steeds groter en dieper stekende schepen. Niet al onze assets kunnen die schepen ontvangen. Dus om in de toekomst dat toch mogelijk te maken, willen we bestaande kademuren verdiepen. En dat kan door een onderwateranker te plaatsen net boven je waterbodemniveau, om deze kademuur te verstevigen, om hem dus te kunnen verdiepen of die belasting te kunnen verhogen. Je ziet hier de boormotor en de boorstangen die er in de mast liggen. En elke keer kun je met deze hendels instellen dat deze boormotor op en neer gaat en dat hij elke keer een nieuwe stang automatisch in de boormast legt. Het voordeel bij ons is dat wij het complete systeem onder water kunnen brengen en dat wij zonder de duikers kunnen gaan boren. Dat doen we door op het land staan in een beperkt ruimtegebruik. Ongeveer 25 bij 30 ruimte hebben wij en dat gaat steeds mee de kade op. Dus we hebben minimale hinder op de terminal. Ja, normaal gesproken is het nodig om de ankerstoelen of constructies onder water aan een damwand vast te lassen. En wij hebben een ankerstoel bedacht waarbij dat laswerk achterwege kan blijven. En daardoor is het mogelijk om het werk veel veiliger uit te voeren. Onderwaterankers zijn niet nieuw. Ze worden al wel eens aangebracht vanaf bijvoorbeeld een ponton op het water. Maar dat betekent dat de werkruimte die je nodig hebt veel meer is. Voor een terminal is het voordeel dus dat we geen nieuwbouw hoeven te doen ten opzichte van renovatie. En het voordeel is dat de werkruimte beperkt is. De visie van het havenbedrijf is er natuurlijk op gefocust dat we onze carbon footprint verlagen. Renovatie versus nieuwbouw is al een grote CO2-besparing. En daarnaast zou het ook bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een adaptieve kademuur. Denk eraan dat je in de toekomst een kademuur aanlegt voor short sea en dat je in de toekomst kan upgraden naar deep sea door het plaatsen van onderwaterankers.